Goeiedag, u bent op bezoek bij de Sociale Databank Nederland. Inderdaad. Wie bent u? Mijn naam is Jan van Duin. En wat doet u? Ik werk van beroep ben ik interim manager in de zorg. En in mijn vrije tijdsbesteding dan bezoek ik gevangenen. Ik trek op met asielzoekers en ik bekommer me om mensen die aan de onderkant van de samenleving zich bewegen. Oké. U hebt een paar specifieke mensen en wat ervaringen. Een van die mensen die u bezoekt is een goede kennis van mij. Een zekere Paul Kwekel. Ja. En die zit heel langdurig in de gevangenis omdat hij een keertje door het rode licht is gegaan. En dat moet je dan niet doen en moet je dat bezuren. Ja. Vertel eens wat over Paul Kwekel of uw ervaringen met het rechtssysteem. Of de mensen die dus in de gevangenis zitten en daar al dan niet terecht zouden moeten blijven. Uiteraard. Ik ben vrijwilliger bij de Stichting Gevangenenzorg Nederland. En vanuit die functie ben ik ooit benaderd door een celgenoot van Paul. Die bezocht ik heel regelmatig. En op enig moment verzocht hij mij of ik nog iemand wilde bezoeken. En dat was Paul. In het eerste gesprek... Wat opmerkelijk was in het eerste gesprek met Paul, was er een klik waarin we, het leek wel zielsverwanten waren. En die klik die bestond met name uit het feit dat hij heel moeite had met onrecht. En dat heb ik ook om hart. Ik vind het fantastisch om er voor mensen te mogen zijn die het even niet hebben meegemaakt zoals het misschien wenselijk zou zijn, maar wel elke keer opnieuw. En dat vind ik heel belangrijk, opnieuw elke keer een kans mogen krijgen. Laten we het zo zeggen. Paul is bezig in zijn lange detentie met het schrijven van een boek. Juist. En dat boek dat zou dus moeten gaan over hoe eigenlijk verkeerd de overheid omgaat met mensen in de gevangenis, maar die niet crimineel zijn. Er zit een groot verschil tussen echte criminelen en mensen die op de een of andere manier door het leven een fout gemaakt hebben. Ja, dat herken ik zeker. Ik merk zeker dat Paul, die heeft ook een mooi stuk geschreven, Ouderen in gevangenis. En dat stuk dat ademt heel duidelijk dus de verschillen die in een gevangenisregime zijn. Alleen in het rechtssysteem wat we op dit moment kennen, in de gevangenissen zoals die ingericht zijn, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mensen die incidenteel een keer in de fout zijn gegaan of mensen die stelselmatig voortdurend crimineel gedrag vertonen. En die match is eigenlijk heel schadelijk voor iedereen die in detentie zit. Omdat juist voorkomen kan worden dat mensen naar dat andere systeem afglijden. En zich daar ook helemaal niet in herkennen. Dus er wordt, ik denk voor mensen zoals Paul, onnodig leed toegevoegd aan hetgeen waar hij toe al is veroordeeld. Ja, zeker in zijn geval is er nooit recidive aan de orde. Daar gaat het helemaal niet om. Dat verwacht ik zeker niet. Maar ik heb begrepen dat je dus nogal wat ervaringen hebt gehad met het begeleiden daarvan. Waarbij je dus grote vraagtekens hebt gezet, zeg maar, over de effectiviteit van het rechtssysteem. Dat is een andere ervaring. Als ik dan zie dat mensen vanuit detentie de maatschappij weer in moeten komen, dan zie ik dat daar toch heel veel werk ligt, maar ook heel veel onvoorkomenheden liggen. Ik heb een van mijn ervaringen is dat ik iemand vanuit detentie heb opgevangen in huis en die gesten kon ik maken omdat ik zag dat in de normale maatschappij het eigenlijk helemaal niet opgelost kan worden. Okay. Dat bedoelde ik. Zo heb ik een mooi voorbeeld over een jonge man van 26 die dus vanuit detentie kwam en geen adres meer had in de woonplaats waar hij vandaan kwam. Maar de routine is dat de gemeente waarin hij gewoond heeft wel verantwoordelijk is voor zijn terugplaatsing in diezelfde maatschappij. Aanvankelijk kreeg hij €100 voor een maand om daarvan te leven zonder zonder woonomgeving, zonder huis, zonder... al heel rap belde die mee op en die zei: Jan, ik zit hier bij de sociale dienst, maar hij begrijpt mij niet. Nou, ik kon toevallig, was ik in de omstandigheden om zo snel te zijn,
Ik heb vervolgens met die ambtenaar gesproken en ik merkte al heel gauw dat de regels voor de empathie kwamen. En daardoor begon het al mis te lopen in de communicatie. Uiteindelijk is hij met 100 euro weggestuurd. Ik heb hem 4 weken lang heb ik hem begeleid in alle trajecten, naar allerlei instellingen, zorgen, loketjes. Ik meen dat we er 12 hebben gehad binnen de gemeente. En uiteindelijk was het resultaat dat hij zich dus aan 1 regel niet had geconformeerd. En daardoor die 100 euro moest terugbetalen. Ik heb toen een afspraak gemaakt met de wethouder om daar verantwoording over af te leggen wat hij allemaal wel had gedaan. En ook gezegd van ja, hierbij kom ik die 100 euro kom ik terugbetalen. Uit je eigen zak, hè? Uit mijn eigen zak, uiteraard, want die jongen die had dus helemaal niks. En de wethouder die had toch een beetje schaamrood op de kaken. En zei van, nou ja, omdat u het moest betalen, dus zij bracht het naar mij terug. Maar het gaat natuurlijk om de ander, in de eerste plaats. Heeft ze dat bedrag kwijtgescholden. Het navrante was, ook nog eens een keer, dat een paar dagen later kreeg ik een aanmaning. En toen ik daarop reclameerde bij de betreffende ambtenaar, die zei ze van, ja, wij hebben niks met de wethouder te maken. Waarop ik haar heeft gevraagd van, nou, als de wethouder het één toezegt, het kwijtschelden van die 100 euro, wat het gevolg was van mijn gesprek met haar, dan wil ik ook van dezelfde wethouder horen dat zij van mening is veranderd. Nou, daarop kwam al gauw, een paar dagen later, een enorme excuusbrief dat geenszins de bedoeling was. Ik heb vervolgens ook bij de wethouder aangegeven, ja, wat uw ambtenaren en al die loketjes in 4 weken niet lukt, dat lukt mij in 5 minuten. Ik heb een afspraak gemaakt bij de gemeente waar ik zelf woonachtig ben en heb hem ingeschreven op mijn adres. Waardoor hij dus ogenblikkelijk hij had 1, hij had huisvesting en 2, hij kwam in aanmerking voor een uitkering die bij hem paste. Het leuke is, toen ik dat had bereikt en de afspraak bij de sociale dienst maakte, was me al heel snel duidelijk dat kennelijk ook daar allemaal wetjes waren. Ik ben daar geweest en heb mijn verhaal uitgelegd. Zij verzochten mij wel dat ik dus wel controle kon krijgen over het feit of die een eigen huishouden dan ook daadwerkelijk voerde. Dus een eigen kamer had met een eigen administratie. En nou, was jij dan niet gelijk voordeurdeler of zo? Hoe ze daarnaar kijken, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat voordat ik thuis was van dat gesprek, de sociale recherche al voor mijn deur stond om te kijken of daadwerkelijk het verhaal wat ik had verteld, of dat ook daadwerkelijk klopte in de situatie waarin deze jongen zich begaf. Nou, uiteindelijk bleek daar niks, niets aan de hand te zijn, dus zij werden bevestigd in het verhaal wat ik had gezegd. Vanaf dat moment heb ik geen enkele weerstand meer of controle gevoeld vanuit de dienst. Dat voorop gezegd. En, dat is dan 1 verhaal, maar je bezoekt een aantal mensen meer. Zo heb ik natuurlijk, talloze verhalen. Ik heb talloze ervaringen van gedetineerden die ik bezoek. Als ik dan afga op de informatie die ik van hen krijg, dan roept mij dat heel veel vragen op. Concreet krijg ik daar nooit direct antwoord op, maar het roept wel bij me iets op, waardoor het rechtsgevoel, waar ik denk van ja, wordt hier nou recht gedaan aan datgene wat beoogd wordt? En ik zie vaak dat niet helemaal zo is. Het is meer het recht van de sterke wat geldt dan het recht van het recht. Wat adviseer je dat er zou moeten veranderen? Ik denk dat er heel goed gekeken moet worden van wie is de persoon in kwestie? Waarom is iemand gedetineerd? En om vanuit dat perspectief vanuit de persoon zelf te kijken van wat is nou het beste wat we hem kunnen geven nadat hij weer is vrijgesteld. Ik heb begrepen dat in Denemarken een veel socialere vorm van detentie is.
waarbij dus het duidelijke doel is om mensen terug te laten keren als onderdeel van de maatschappij, in de maatschappij. Nou, dat lijkt mij ook zeker toepasbaar. In welke vorm dat daar gebeurt, dat weet ik niet helemaal. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat door mensen hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen terugkeer, het resultaat ook veel beter zal zijn dan via allerlei protocollen en via allemaal procedures en processen die vaak niet aansluiten bij de wens van de gedetineerden. Ik ben ervan overtuigd dat door mensen verantwoordelijkheid te laten nemen voor de keuzes die ze maken en het traject die ze doorlopen, dat daarmee heel veel opgelost kan worden en de recidieve kans aanzienlijk kleiner kan zijn dan op dit moment gebeurt. Ja, want de mensen worden eigenlijk gewoon, de poort gaat open en je wordt gewoon op straat gekwakt, min of meer, zonder dat er echt iets aan de hulp of begeleiding wordt geboden. Althans, dat heb ik begrepen. Ja, precies. Voor een aantal mensen die hebben in detentie hun hele sociale omgeving, heeft ze in de steek gelaten en komen daar als ware berooid en nog net met wat geld om een treinkaartje te kopen naar het adres waar ze hebben opgegeven. En ja, en dan is het opnieuw wachten waar het dus eigenlijk feitelijk mis is gegaan. Maar het zou zo mooi zijn als die mensen begeleid kunnen worden door iemand, een buddy, die hen juist op het goede spoor kunnen brengen en houden. Die ze dus, de gemeente heeft op dit moment de taak om dat in hele procedurele vormen inhoud en te geven. Maar uiteindelijk resulteert dat niet in de gewenste resultaten. En dat is wel jammer. Dat vind ik echt jammer. Ik voel me echt bewogen met die mensen om er iets van te maken. En ja, ik ga zover dan dat ik deze mensen ook in huis durf te nemen. Omdat ik geloof in hen. En ik wil ze opnieuw een tweede kans geven. En zo mogelijk een derde en een vierde. Als die zich daar als dat nodig is. Een mooi voorbeeld vind ik ook over die jongen waar ik net over ga. Die was bekend als een veelpleger. En wij namen hem in huis. En 10 dagen later zeiden we van, hier, wij gaan er nu 10 dagen vandoor met vakantie. Hier is de sleutel en jij mag op het huis passen. Ik denk, die jongen die kun je geen groter compliment geven door hem het vertrouwen te geven waar voor de oog van iedereen hij niet meer aan zou kunnen voldoen. Dus ik was ervan overtuigd dat hij na die 10 dagen niets uit het huis zou hebben weggenomen. En uiteindelijk is dat ook zo gebeurd. Dus het mooie is dat, geef mensen de verantwoordelijkheid terug op het moment waar het is misgegaan. Ik werk veel in de zorg en ik zie dus ook dat daar waar het dus misgaat, je het opnieuw moet beginnen en zeggen van, en hoe maken we daar nou iets positiefs van? Ja. Hoe maken we daar nou, hoe komen we hier met z'n allen op een goede manier uit? Ik begrijp dat dus eigenlijk de christelijke waarden en normen nog niet helemaal terugslaan op datgene wat mensen ervaren als ze uit de detentie komen. En dan hebben we nog iets specifieks. Hoe zit het namelijk met de ouderen in? Mensen die al boven de 60 zijn en toch in de gevangenis zitten. Ja, ik zie dat deze mensen, zoals ik al zei, het regime in de detentie wordt met name bepaald door de sterkste strafmaat of de sterkste de crimineel in puur sang. Dus, en daar wordt het regime op afgesteld. En er wordt nauwelijks onderscheid gemaakt in om wie het nou gaat. En dan zie je dat de ouderen in de gevangenis, die hebben het moeilijker dan de meest doorgeverfde crimineel. Want die past wel in dat regime. Maar met name ouderen, die moeten zich daar aan aanpassen. En sterker nog, ja, die ervaren een soort leedtoevoeging, zo noem ik dat dan maar, waarin zie ik daar geen, het doel daarvan zie ik niet. Ik zie wel dat mensen verbitterd raken, voortdurend de verhalen moeten horen zoals het in de criminele wereld, zoals ze daarmee omgaan, van ik heb er zoveel omgelegd en vervolgens moeten die mensen, die krijgen dat aan informatie tot zich
En dan denk ik van ja, welk doel dient dit? Die informatie, die specifieke informatie. De wraakneming in ons systeem staat nog veel te ver vooraan. In plaats van de begeleiding terug naar de maatschappij. Nou, inderdaad, je ziet nog veel te veel dat mensen niet in staat zijn om mensen te vergeven. En wanneer de straf erop zit, dan dat de mensen dan ook een nieuwe kans mogen krijgen. En de straf gaat nu gewoon door. En de straf loopt gewoon door. Want mensen blijven veelplegers. Mensen blijven de moordenaar. Mensen blijven het etiket houden waar ze voor veroordeeld zijn. Bedankt voor deze ontzettend heldere toelichting. Ja, dank u wel.